Hallo koekertjes, met Oofje. Nou, kijk, ze vragen me steeds van, wat is er toch aan de hand met alles om me heen, om ons heen? Wat is er toch aan de hand? Volgens mij loopt het uit de hand. Ja nou, het loopt al een hele tijd uit de hand, want het schijnt dat er een bepaald groepje mensen, die hebben bedacht van, weet je wat we doen? Wat we doen is, begint weer met zijn, wat we doen is, we maken gewoon een soort, machine. En dan gaan we geld drukken, geld. Dat kunnen ze dan bij ons lenen, geld lenen. Dan gaan we dat aan hun uitlenen. En dan hoeven we eigenlijk nooit meer te werken en dan kunnen we alles doen. En toen we dat voor elkaar hadden. Via slinkse wijze toen ik werd wat doen, beginnen gelijk Wereldoorlog 1. Want we hebben toch oneindig veel geld. Dus met andere woorden, hup, Wereldoorlog 1. En waarom was Wereldoorlog 1? Ja, om ervoor te zorgen dat de leiders UUP gingen en de regeringen, de landen, gingen ze allemaal landjes maken. Dan kon je regeringen erin doen en die kon je dan corrupt maken, die kon je omkopen. Of je maakt er een dictator van die je in je zak hebt. Dat een van die twee was het. Ja. En af en toe gooi je dan een land plat en dan zeg je ja, boe, 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 dictator, boe. En dan is de hele bevolking, jip. Dan zeggen ja, kom door de dictator. Dus toen hebben ze Wereldoorlog 1 er even doorgeïnst. Toen zei Albert Pike, we doen gelijk Wereldoorlog 2 erachteraan. Want we have a mission, we have a goal. Nou, toen hebben ze het tientje van Liefdinkels gereset en onze consumenten gemaakt, patiënten en cliënten. Ja, en toen, nou zitten we in de laatste fase. Dat betekent van de strijd tegen het individu. Dat je niks meer mag hebben, niks meer mag denken, niks meer mag vinden en alleen maar moet doen wat hun denken, wat jij goed voor jou is. Dat is dus het nieuwe systeem. De CBDC's of zoiets of zo. Geleid door Europa. Stoel 666 of zo. Ja. In ieder geval, het zijn nooit goede mensen geweest. Het zullen ook nooit goede mensen worden. En het kan maar één ding aan me zitten. In ieder geval, ik ga eventjes mijn padden en kikkers bevrijden. Ik heb daar een fan die rond zit te kijken. Wat is die man aan het doen? Zo. Oh god. Hij zegt, wat gaat die man toch doen? Komt niet uit. Kijk, ik wil het even laten zien. Dat doen we even in de bosjes. Ik heb best wel veel puntjes en plekjes gedaan. Maar ik wist niet zeker of ze er zaten. Maar toch nog twee gevonden. Hier, deze padden. Ik zeg niet vaak dat een pad geluk uitstraalde. Maar hij zegt, jongen. Ik denk, is er nou niemand die even hier in de put kijkt? Jawel, Oofje. Zo, hup. Zie je dat mooie plekje heb ik voor jou, hè? Oh, hij zegt, ik ga er even naar voren houden. Moet je zien, hoe is deze? Zo, deze kikker ook. Die was ook heel blij. Hij zegt, jongen, je hebt me eruit gehaald. Ja, graag gedaan. Moet je zien hoe mooi ze zijn altijd. Ik vind ze altijd zo mooi. Oh, schitterend. En normaal kun je kikker helemaal niet bekijken, hè? We zien hoe mooi die is. Hij zegt, jongen. En ik heb gehoord van een amfibie-specialist, een vogelkenner, dat ze wel 15 jaar kunnen worden. Kikkers, 15 jaar. Hier. Zo. Ja, volgens mij is dit een boskikkertje of zo. Die wil niet bij het water. Misschien in het voorjaar. Maar nou niet. Ja, jongens, kijk uit, hè. Als je niet weer in de put valt. Dan moet je weer uit. Showtime, weg. Ja, die krijg je niet meer terug. Hé, wat dacht je ervan dat jij ook eens gaat tippelen? Hij zegt, ja, mij pak je ook niet meer. Kijk, zo. Beestenboetjes. Alle dieren tellen mee. Ook in concentratiekampjes. En in Palestina. Oh, wat erg, hè.